We staan bij de eerste harttransplantatie in de geschiedenis. We zijn in Zuid-Afrika. Meneer Barnard. Dokter. Zegt u maar dokter Barnard, hè? Dokter Barnard, wat gaat u doen? Nou, ik ga straks als eerste in de geschiedenis een donorhart van een ander bij een mens inbrengen. Hoe dan? Nou, kijk, dit is het hart van Denise Darval, hè? Een dame, helaas te vroeg overleden. En dit hart gaan wij dus inbrengen bij onze patiënt Louis Weskensky. En hier ligt hij. Hallo, Louis. Hallo, mensen. Hoi, Louis. Maar kan dat zomaar klikken tussen donorhart en Louis? Geen idee. Dat gaan we zien, hè? Kijk, we gaan aan de slag, mensen. Dit hart van Denise Darval gaan wij dus inbrengen. Oh, liet ik dus bijna vallen, hè? Dat gaan we dus aansluiten bij Louis. Zusters! Spannend, Louis. U krijgt zometeen een nieuw hart. Zin in? Ja, daar heb ik wel zin in. Ja. Ik ben ontzettend blij. Ja, mijn oude hart dat was helemaal versleten, hè? Dus ik krijg gewoon een nieuwe. Geweldig, toch? Vindt u het niet eng? Eng? Nee, wat is er eng aan? Hè? Dat is toch gewoon kicken? Ja, toch? YOLO, you only live once. Yeah! Maar u krijgt zo'n hart van Denise, een vrouw. Wat verwacht u daarvan? Een vrouwenhart? Ach, een vrouwenhart. Wat maakt het uit? Een hart is een hart. Ja, toch? Niet dan? Nou, kom op, slijgen! Goed, mensen, let's go! De eerste harttransplantatie. Scalpel. Klem. Schaar. Tissue. En kijk, daar gaat dokter Barnard. Het oude hart van Louis gaat eruit. U ziet het nu in de herhaling. En kijk, daar gaat het hart in de prullenbak. En Louis Weskensky ligt er tevreden bij. Dan pakt dokter Barnard het donorhart van Denise Darval. En hij zet het erin bij Louis. En ja, het past. Het past. En kijk eens, ja, het hart zit erin. Het zit erin. Het zit erin. En het klopt! Het is ongelooflijk. Hij zit erin. Wat een doorbraak. Mag ik dit zeggen? Ja, dit mag ik zeggen. Ook dit is chirurgie. Ongelooflijk. Ja. Dokter Barnard, wat ging er door u heen? Ah, het werd even heel erg spannend, hè? Maar we hebben zo'n goed team. Ja, nou, het is een record. De eerste harttransplantatie, ja, dokter Barnard. Ja, ik ben echt heel erg tevreden. Trots en kapot. Hoe gaat u het vieren? Met de zusters natuurlijk. Party! Biertje, nootje, hamburger. Mooi. De eerste harttransplantatie in de geschiedenis. Op naar de volgende. Mag ik meedoen? Natuurlijk. Trui, Ik heb ook mijn hart weggegeven aan iemand. En wie dan? Aan jou, Trui. Oh, lieverd.